Nou, we hebben verzoek gekregen van het COA of we dat zouden willen doen. Nou, iedereen heeft in het land wel uh, gehoord van, uh, dat er uh, ernstige behoefte is aan, uh, aan meer ruimte. We hebben daar een ACC uh, staan, wat zo weer in gebruik genomen kan worden, onder één voorwaarde: eerst moeten de arbeidsmigranten eruit. Dus uh, vandaar. Hoe zijn de ervaringen uit de vorige periode? Ervaringen uit de vorige periode zijn goed, ook in de combinatie met arbeidsmigranten ernaast. Dus vandaar dat wij hebben gezegd, ook als college: van nou, als we dat weer gaan doen, laten we nou de ruimte gebruiken die we hebben. Het is binnen de hekken, er zitten allerlei voorzieningen bij. De arbeidsmigranten kunnen ernaast schuisvest worden. Dus laten we dit soort dingen gaan, uh, weer gaan hergebruiken. Ja. De, roep, de roep was groot, hè? Ja, de roep is, uh, is heel groot. Er is de, de, de afgelopen maanden enorm veel druk gezet om alle, op alle burgemeesters om te kijken wat er mogelijk is. En uh, nou, wij hebben binnen Zeewolde hebben gezegd, nou, als er één ding mogelijk is, is dat gewoon het ACC. Maar dan moet dus de eigenaar van het complex en het COA moet dan met elkaar goed gaan regelen. Ja, want ik wou zeggen, wat is de route die nu doorlopen moet worden? Nou, uh, COA heeft verzoek gedaan. Uh, aan zowel ons als aan de eigenaar. Die moeten met elkaar regelen dat de arbeidsmigranten een ruimte erachter krijgen. En dan kunnen zij uh, gebruik maken van de tijdelijke vergunning die er uh, uh, in 2015 verleend is en die nog loopt tot 2025, tot november 2025. En dan zullen we met elkaar in de tussentijd moeten kijken van hoe gaan we het oplossen. In een permanente voorziening voor met name de arbeidsmigranten. En in de toekomst misschien ook wel voor het COA. Ja, destijds uh, in 2015 zijn er uh, inspraakavonden geweest uh, en hebben, uh, hebben jullie bewoners uh, er vanaf het begin bij betrokken eigenlijk. Ja. Nu nog niet. Waarom? Nou, dit is een principebesluit. Uh, uh, het is niet zo dat het morgen komt. Uh, we zullen dus met elkaar eerst van het COA moeten horen en van de eigenaar. Wanneer bent u zover? Als ik nu een inspraakkavel ga houden en ik weet nog niet precies hoe het achterliggende gebied wordt ingedeeld, welke voorzieningen er komen, de bestuursovereenkomst, wat heel belangrijk is, is ook nog niet getekend. Nou, dat zijn zaken die eerst geregeld moeten worden, want dan ga ik met een compleet plaatje, wat ik toen nog gedaan heb, naar de bevolking toe. Want ja, onder de bevolking zijn de reacties wisselend, eh, verwacht. Ja, kijk, uh, uh, het is net even hoe je erin zit. Uh, dat is in iedere gemeente zo, ook in, uh, in Zeewolde. Dat is één voordeel. We hebben ervaring. We hebben heel veel mensen die positieve ervaringen hebben rond uh, een ACC op die uh, locatie. De locatie is bekend bij, uh, bij iedereen. Nou, ik heb er alle vertrouwen in dat we op dezelfde manier als 2015-2018 dit weer mogelijk kunnen maken. Vooropgesteld dat COA en de eigenaar van het terrein er met elkaar uitkomen. Ja, want 2018 is hij gesloten. Er uh, zijn ook mensen die zeggen van, waarom had je hem kunnen sluiten, waarom had je hem niet op kunnen houden? Ja, als het aan ons had gelegen was hij open gebleven. Ik weet ook de reden waarom hij gesloten is, dat kan ik ook wel uh, zeggen. Uh, dit was een van de best draaiende AZC's van Nederland. Uh, maar de reden waarom hij gesloten is, was omdat hij niet van het COA was. He, dus het was een particulier gehuurde AZC en dan blijven de eigen AZC's open. En deze particulier gehuurde, die is uh, dicht gegaan. Jammer, maar anders hadden we de hele discussie niet opnieuw hoeven te doen. Nee, we hebben van de week uh, mevrouw Broeders uh, op de radio gehad, dat heeft u misschien ook wel gehoord. Uh, ze zei inderdaad ook al: van ons AZC was eigenlijk een rolmodel voor alle AZC's. Ja. Hoe uh, krijgen jullie dit nu weer, weer zover? Nou, we proberen dat weer samen met de bevolking te doen. Dus er komt straks weer, als het aan mij ligt, weer een begeleidingscommissie vanuit de directe woonomgeving van wat valt je op, wat is er aan de hand. We gaan met onze ondernemers erover praten, we gaan met politieafspraken maken, we gaan binnen het gemeentehuis maken. Want vlak niet uit, het feit dat daar 600 mensen komen, zou ook betekenen dat wij meer personeel nodig hebben. Ja, en daar moet de COA dus ook het een en ander voor doen en dat komt dus in die bestuursovereenkomsten en dat gaan we met elkaar maken. Uh, nou ja, de hele, een hele route er nog naartoe. Uh, het is nog lang niet zo. U zei al van dat het morgen er komt, natuurlijk. Um, tegen de uh, mensen die uh, nog niet zo te handen springen, zeg maar. Wat zou u daar tegen kunnen zeggen? Nou, ga eens praten met alle mensen die uh, de periode 2015-2018 hebben meegemaakt. Die ook weten wat een ACC is, wat een ACC met je doet. Uh, we gaan weer voor een gezins-ACC. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Hè. Dus alle uh, wilde verhalen over veilige landen, ze noemen maar op, niet van toepassing, want dat willen we hier niet. Heel duidelijk, uh, vorig jaar niet gedaan, nu ook niet. En dan als het op dezelfde manier gaat, dan gaat het goed en is het gewoon een woonwijkje, behorende bij de gemeente Zeewolde.